zijn weer terug in Geuzeveld, want de laatste fase van het project Buurtring Zuid is van start gegaan. De Savornin Lohmansstraat, de Aalbersestraat en een deel van de Troestralaan zijn al opgeknapt. Nu is het tijd voor de Dr. H. Kolijnstraat. Het is aan de ene kant wel goed, maar aan de andere kant zitten we al langer dan een jaar in de ellende. Het is de ene straat naar de andere die open ligt. Ik vind het wel goed. Het is de hoogste tijd, dus ik ben er wel blij mee. Dit project houdt in dat vrijliggende fietspaden komen rond de hele buurtring. Dit is de laatste fase om de ring sluitend te maken, zogezegd. En men krijgt daardoor dus een vrijliggende fietspaden, vrijliggende voetpaden en verhoging van de veiligheid voor kinderen die hier naar school toe gaan. En ook andere mensen uiteraard. De werkzaamheden houden in het aanbrengen van nieuwe riolering. Er wordt een nieuwe school gebouwd, die krijgt nieuwe warmte. Dus warmtevoorziening, wat dus CO2 veel beter is voor iedereen. Daarnaast het aanpassen van de fietspaden die er nu niet zijn en dan straks wel komen. De werkzaamheden tot dusver die gaan naar behoren. Een beetje weersgesteldheid wat een beetje slecht is. Maar de aannemer zegt dat hij dat nog wel inloopt, want we krijgen een heel mooi voorjaar. Wij zijn aan het uitbreken. De straat gaat eruit, want er wordt gerioleerd hier met de tijd. Dus dat is het eigenlijk. Een beetje een leuke klus om te doen. Ja, het is best wel leuk. Wat maakt het leuk? Ja, gewoon de werkzaamheden zelf ook. Gewoon een beetje ronddraaien op je shoveltje. En jij zit lekker droog hier. Lekker droog, ja. Geuzeveld, een van de westelijke tuinsteden, is in de jaren 50 gebouwd in 6 buurten. Elke buurt werd ontworpen door een andere architect. De architecten waren over het algemeen aanhangers van het nieuwe bouwen. Opvallend aan Geuzeveld was de scheiding tussen de laagbouwwoningen aan de randen van de wijk en portiekflats in het midden van de wijk rondom het winkelcentrum. In 1954 kregen de eerste bewoners de sleutel. Hoe zou ik Geuzeveld omschrijven? Nou, een oud stadsdeel. Er is veel aan vernieuwing toe en dat gebeurt ook wel. Het is een beetje een spannende buurt, er gebeurt veel. Dus alles behalve saai eigenlijk gewoon. En het is weer tijd voor de prijsvraag en de vraag luidt: welke straten maken onderdeel uit van het project Buurtring Zuid? Wacht niet langer en vul op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden het antwoordformulier in. En wie weet heeft u straks zo'n mooi plaatje aan de muur hangen. Ja, want de winnaar mag een foto kiezen uit de online beeldbank van het Stadsarchief. En de winnaar van vorige week is Ad Steur. Gefeliciteerd. Let op als u in de buurt bent van de Dr. H. Kolijnstraat. Gevolgen zijn dat er een behoorlijke omleiding is voor het verkeer. En dat het verkeer richting Osdorp om zal moeten rijden. De busdienst is omgeleid. Voetgangers en fietsers worden ook omgeleid. Omdat het hele gebied eigenlijk nu niet toegankelijk is voor gebruikers. En dat duurt tot en met augustus. En voor meer informatie kunt u natuurlijk kijken op amsterdam.nl/wegwerkzaamheden. Dit was het verkeer, tot de volgende keer.